van plan om het stokje over te dragen, hè? Over niet al te lang. Ja. Kunt u eens vertellen aan wie u dat gaat doen? Nou, ik ga aan Gert-Jan Vis. En dit is een knul die het vandaag aan de schaap ziet dat hij morgen ziek wordt. Eindelijk weer iemand van 18, 19 jaar met interesse voor zijn vak. Maar pas 19 jaar, toch? Ja. Hoe kom je erbij om schapenherder te worden? Het is zo'n niet normaal beroep. Nee, ja, je moet wat natuurlijk, maar het is gewoon via gekomen en het trok me wel heel erg. Ik krijg een soort van spoedcursus, hè, schapenhoeden. Nou, zo op het eerste oog. Denkt u, heb ik talent? Ja, zeker. Dik vertrouwen. Ik ben bijna een jokker. Ik zie het in je gezicht. Nou, laten we gaan. Het is gigantisch warm voor deze beesten nu. Het is nu best warm, vandaar dat we ze dus ook een korte tijd maar mee lopen. We gaan ze nu naar een viaduct brengen, want ze lekker in de schaduw kunnen zitten. Dat is 40 lekker graden. In de schaduw. Dat is beter voor ze. Ook beter voor ons. Voor ons ook, ja. Jeetje. Waar zit het verdienmodel bij het houden van schapen? Nou, wij zorgen ervoor dat dit cicade glad blijft. Ja. En daar betalen ze ons voor. Ben je niet bang? Kijk, de technologie, ja, die blijft maar gaan. Dat ze op een gegeven moment zeggen van, joh, dit is gewoon een ouderwets beroep. We noeken ermee. We gaan het gewoon lekker machinaal laten doen. Nou, op het moment is het best wel een opkomst. Want alle mensen vinden het wel interessant. Het is natuurlijk een mooi gezicht, ja. Die schapen. En het is beter voor het gras. Het zal op een gegeven moment wel stoppen dat je zegt, er komen nou niet meer schaapsen erbij. Maar ik denk niet dat het per se het vak verdwijnt. Nee. Maar volgens mij gaat het wel goed, hè, met het cursusje. Ja, buitengewoon. Hier ben je weer aan het jokken tegen me. Voet na een zesje vooruit. Hoezo? Nou, het is meer dan voldoende. Een zesje? Ja. Hallo. Hij moet gewoon nog vaker terugkomen. Ja, dat wil ik ook. Dan kan je 9 krijgen.